Breda Nu. Je weet het meteen. We rijden in de griezelbus en iedereen mag mee. Vader, moeder, broer en zus en zelfs je vrouw Thee. De hele klas die is erbij. Het is leuker dan een dagje vrij. Onze chauffeur is een skelet. Hij ziet dan ook wat wit. Gelukkig draagt hij wel een pet. En ook een kunstgebied. Hey, maar was het verder wel een beetje een griezelbus? Ja. Met die lichten wel. Ja, want je zag de hele tijd knipper, knipper, knipper. En dan weer andere licht. Één licht en dan weer knipper. Wat gaat er allemaal gebeuren in de bus? In de bus zijn er verschillende soorten quizzen voor verschillende soorten leeftijdscategorieën. Van Dolfje Weerwolfjes voor kinderen van groep 4, 5 en 6. En voor de bovenbouw hebben we inderdaad de griezelbusquiz over de film zelf. En dan hebben we ook nog voor volwassenen een algemene quiz over griezelen en vampieren en die dingen. Zijn er ook kinderen gillend weggerend? Nee, er zijn nog geen kinderen gillend weggelegd. Zoals ik al zei, het is humor. Griezelen met humor. Dus het is niet eng inderdaad. Het is gewoon griezelig. Mijn taak is om voor te lezen uit de griezelbus. Dat doe ik. En hoe bevalt het? Hoe bevalt de kinderen het? Het bevalt de kinderen erg goed, denk ik. Ze zitten ademloos te luisteren, dus het is goed. Heb je er al een paar gillend weggejaagd of is het verder nog niet gekomen? Nee, het enige wat ik heb gehoord is dat iemand misschien ik denk dat ik vannacht niet kan slapen. Zei. Maar dat was het wel. Ze zijn niet huilend weggerend. Nou, de enige echte griezelbus staat hier gewoon in Breda en ik heb een ticket mogen bemachtigen. Ik ga zo naar binnen, maar eerlijk is eerlijk, ik vind het eigenlijk wel een klein beetje eng hoor. We zitten hier te rillen samen, want spoken gillen onze namen. In de griezelbus, in de griezelbus. Met vampiers en enge spoken is het hier lekker knus. In de griezel. Hoe was het in de bus? Leuk. Leuk? Dit doet toch griezelig te zijn? Het was niet echt griezelig. Ja. En wat is er binnen gebeurd? Binnen moesten we een video kijken en toen moesten we vragen beantwoorden over Dolfje weer Wolfje en zo. Ja. En mijn broertje had maar één fout en ik drie, dat vond ik echt niet normaal. De griezelbus die davert voort door bossen en door dalen. Een man met een zwarte hoge boord vertelt griezelverhalen. Juffrouw Thee geeft luid een gil. Nou, dit was het weer. Lekker griezelen vandaag. Waar gaan jullie nog meer naartoe? Morgen staan we met de griezelbus in Gouda en zondag nog in Almere. Dus kom er allemaal naartoe. De griezelbus vertrekt nu. Breda Nu. Je weet het meteen.